Welkom op de AXO-locatie Kleefsewaard. Zo'n 1000 mensen maken hier grondstoffen die u terugvindt in producten die u dagelijks gebruikt. Het begon allemaal meer dan 50 jaar geleden. Op 18 augustus 1941 is de eerste paal geslagen van een fabriek voor rayonvezel voor de kledingindustrie. In 1948 werd een productieproces voor rayonbandengarens in bedrijf genomen. Daar is het niet bij gebleven. In de loop der jaren heeft de 45 hectare grote locatie Kleefsewaard vele uitbreidingen en veranderingen meegemaakt. Er zijn nog verschillende andere productieprocessen bijgekomen. Duizenden mensen vonden op de locatie werk. Ook nu nog biedt de Kleefsewaard aan een kleine 1000 medewerkers werk. Bovendien doet de locatie een beroep op enige honderden toeleveranciers met een veelvoud aan arbeidsplaatsen. De locatie maakt deel uit van een van de grootste chemische concerns ter wereld, AXO. Zo'n 60.000 mensen in 50 landen werken samen onder het motto Creating the Right Chemistry. Het hoofdkantoor van AXO bevindt zich in Arnhem. Het productenpakket van AXO omvat basischemicaliën zoals zout, soda en chloor en ruim 7000 chemische specialiteiten. AXO maakt vezels en industriële garens, verven en lakken en producten voor de gezondheid van mens en dier. De activiteiten zijn ondergebracht in business units die samen 4 groepen vormen. De locatie Kleefsewaard maakt deel uit van de Vezelsgroep, een van de grootste leveranciers in de wereld van vezels en garens. Wat maken de mensen op deze AXO-locatie? Sinds 1948 worden er rayonbandengarens gemaakt. Autobanden ontlenen aan deze garens in belangrijke mate hun vormvastheid. De grondstof voor bandengarens is een natuurlijk product, cellulose, afkomstig van dennenbomen. Het dennenhout komt voornamelijk uit productiebossen in Amerika. Iedere gekapte boom wordt vervangen door nieuwe aanplant. In de vorm van fel en dik papier komt de cellulose op de Kleefsewaard aan. Dan begint het productieproces. De vellen worden geweekt, verkruimeld en uiteindelijk opgelost. In deze stap van het proces ontstaat viscose. Viscose is een heldere, oranjebruine, stroperige vloeistof. In de spinnerijen wordt de viscose gestold tot draden. Dit gebeurt door de viscose door een edelmetalen spindop te persen. Uit de spindop komen ragfijne straaltjes viscose die in draden veranderen zodra ze door een bad met warm zuur worden geleid. Er volgen nog verschillende andere bewerkingen, zoals strekken, wassen, drogen en opwikkelen. De garens worden zeer nauwkeurig volgens de wensen van de klant gemaakt. Ze gaan hoofdzakelijk naar producenten van autobanden. In de afgelopen decennia is het chemische proces niet wezenlijk veranderd, maar het werkt wel. De vakkennis van de medewerkers is enorm toegenomen doordat AXO veel aandacht aan opleidingen besteedt. Allerlei handelingen zijn geautomatiseerd. Daardoor was het mogelijk om monotoon werk te laten vervallen en mensen verantwoordelijkheid te geven voor grote delen van het proces. Aandacht voor veiligheid en een toenemend milieubewustzijn hebben geleid tot talrijke verbeteringen in de werkomstandigheden. Iedere medewerker is nu verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en van het werk. Op de Kleefsewaard maakt men ook vliezen. U treft onze vliezen aan in vloerbedekking, tapijttegels, in bitumen dakbedekkingsmateriaal en in autotapijt.
De vliezen van Axo staan bekend om hun goede eigenschappen. Ze zijn vormvast, dus rekken niet uit, scheuren niet, krimpen niet en ze gaan niet bol staan. Er worden twee verschillende productietechnieken gebruikt. Bij de ene techniek worden polyestervezels chemisch gebonden. Bij de andere techniek worden draden met een kern van polyester en een huid van polyamide thermisch gebonden, dus door ze aan elkaar te smelten. Er worden vliezen gemaakt in verschillende gewichten en in verschillende breedtes tot ruim 5 meter voor kamerbreed tapijt. Er wordt ook colbond gemaakt, een vlies van polyester dat wordt toegepast in dakbedekking. Op de Kleefse Waard wordt tevens de bekende Enka-zeem gemaakt. De klanten van Axo kopen niet alleen een bepaald product, maar vooral ook betrouwbaarheid en technologische ondersteuning. Op Axo kun je vertrouwen. Dat is het uitgangspunt. Op de locatie Kleefse Waard wordt het Axo-product Twaron verwerkt tot pulp. Twaron is een aramidevezel, 5 keer sterker dan staal en lichter dan aluminium. Eerst wordt de vezel fijn gesneden en verder bewerkt. Er ontstaat uiteindelijk een natte massa die wordt ontwaterd en gedroogd. De mat die dan is ontstaan wordt losgeklopt en vervolgens als een donzig pulp verpakt. Twaron is brandwerend, het zet nauwelijks uit en de sterkte neemt door verhitting niet af. Door deze eigenschappen is Twaronpulp zeer geschikt voor gebruik in remvoeringen en koppelingsschijven. Twaronpulp is dé vervanger geworden van het onaanvaardbare asbest. Axo maakt op de Kleefse Waard sinds 1948 ook het product CMC, carboxymethylcellulose. Het werd ontwikkeld als kleef- en verdikkingsmiddel en iedereen kent het als behangplaksel. Er zijn veel meer toepassingen. CMC is een in water oplosbaar product dat wordt gemaakt van cellulose. CMC bepaalt de stroperigheid en de stabiliteit van talrijke vloeistoffen. In gezuiverde vorm wordt CMC onder andere gebruikt in sauzen, kroketten, vla, yoghurt, ijs en tandpasta. Het wordt gebruikt in tabletten om ze snel in water uiteen te laten vallen. CMC wordt gebruikt in papier en in luiers. Zonder CMC kunt u uw was nauwelijks schoon krijgen. CMC bindt namelijk het losgeweekte vuil aan het water. In de industrie wordt CMC veel gebruikt bij het boren naar olie, bij het scheiden van metalen uit ertsen en bij de productie van ijzerertskorrels. Sinds 1991 staat op de Kleefse Waard een van de modernste CMC-installaties ter wereld. Het volledig geautomatiseerde productieproces wordt vanuit 1 controlekamer gestuurd. Mede door gebruik te maken van een volledig gesloten systeem is de milieubelasting tot een minimum beperkt. De vernieuwde CMC-installatie biedt de mogelijkheid om het product precies volgens de specificaties van de klant te zuiveren, te drogen, te malen en te verpakken. Er zijn duizenden variaties mogelijk en Axo heeft als een van de weinige chemische concerns in de wereld de kennis en de capaciteit
om het meest geschikte CMC voor een specifieke toepassing te ontwikkelen en te produceren. Al met al maken op de Kleefsewaard een kleine 1000 medewerkers een groot aantal producten met een totale waarde van honderden miljoenen guldens per jaar. Een deel van de medewerkers is zuiver met de productie bezig. Een ander deel levert ondersteunende diensten. Verder zijn er nog honderden toeleveranciers bij de Kleefsewaard betrokken. Leveranciers van grondstoffen, transportondernemers, machinefabrieken, bouwbedrijven, leveranciers van energie, engineeringsbureaus, beveiligingsmensen, schoonmakers en vele anderen. In een modern kantoorgebouw biedt de locatie onderdak aan het management en het kantoorpersoneel van 3 business units van AXO. Een van de grootste serviceafdelingen is de locatie Technische Dienst. Er is natuurlijk ook een eigen brandweer, een bedrijfsgezondheidsdienst en een beveiligingsdienst. De locatie heeft in 1993 de beschikking gekregen over een zeer moderne warmtekrachtcentrale die bovendien ook een belangrijke bijdrage levert aan de stroomvoorziening van Gelderland. In deze warmtekrachtcentrale is een bedrag van circa 100 miljoen gulden geïnvesteerd. De koppeling van warmte en kracht in deze centrale leidt tot een jaarlijkse energiebesparing van 37 miljoen kubieke meter aardgas. En bovendien is de productie schoner, zodat het milieu minder wordt belast. In de afgelopen decennia zijn onze kennis en ons inzicht op het gebied van milieuzorg enorm ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een voortdurende stroom aan maatregelen en investeringen om de belasting van het milieu ten gevolge van ons werk zoveel mogelijk te beperken. Een gaswasser zorgt ervoor dat meer dan 99% van de bestanddelen die stank veroorzaken wordt opgevangen uit de behandelde lucht. Een ander belangrijk punt is de waterzuivering. In de verschillende processen wordt water op diverse manieren verontreinigd. We maken het water ook weer schoon. Hierbij worden belangrijke grondstoffen zoals zink nagenoeg volledig teruggewonnen. Een biologische waterzuivering leidt ertoe dat er schoon water ontstaat. Het slib dat overblijft mag worden verwerkt in een verbrandingsinstallatie voor huisvuil. In het productieproces ontstaan ook restproducten. In toenemende mate worden hier bestemmingen voor gevonden. Het natriumsulfaat dat ontstaat bij het rayonspinnen wordt bijvoorbeeld verkocht. Het is een zout dat wordt gebruikt in wasmiddelen. Afval dat ontstaat bij de vliezenproductie wordt elders hergebruikt. Ook andere restproducten vinden een goede toepassing. Dankzij al deze samenhangende maatregelen is de hoeveelheid chemisch afval van de locatie inmiddels beperkt tot enige honderden tonnen per jaar. Deze afvalstroom wordt door ons zorgvuldig beheerd en vervolgens binnen de geldende richtlijnen afgevoerd naar de afvalverwerking Rijnmond. Sinds de jaren 70 zijn er tientallen miljoenen guldens geïnvesteerd in milieumaatregelen. De locatie voldoet dan ook aan alle voorwaarden. Met de betrokken overheden worden uitvoerig contacten onderhouden. In nauwe samenspraak met deze instanties werken we voortdurend aan verbeteringen in de processen om de milieubelasting verder terug te brengen. Ruim 50 jaar bestaat de Kleefsewaard nu. Duizenden mensen uit de zeer wijde omgeving hebben hier werk gevonden. In die 50 jaar heeft de locatie een duidelijke bijdrage geleverd aan de AXO-cultuur. Werken aan kwaliteit in alles. Zo zou je het kunnen samenvatten. Mensen maken kwaliteit. De Kleefsewaard heeft vele goede kanten en vele goede kansen. Nu, maar ook morgen.
De Kleefse Waard heeft toekomst. U weet nu dat hier grondstoffen worden gemaakt die u terugvindt in producten die u dagelijks gebruikt. Producten die bijdragen aan het welzijn van mensen. We werken eraan vanuit een duidelijke verantwoordelijkheid voor het milieu en vanuit het besef dat grondstoffen en energie schaarse goederen zijn. Dit is de toekomst van Axo en de toekomst van onze locatie.